Streefkerk werd flink onder handen genomen. Er werd afval geprikt. What's the matter? Heel veel geveegd. Ja, joh. Ja, want ik had... Ik heb in de tas zitten. Oh, oké. Nee, dan is het geregeld. Nee, ik ga hier gewoon buiten zitten. En gesnoeid. Krikken lekker af en toe. Ja. De bruggen kregen hun eigen kleur weer terug. Daddy. Zo, wat heb je alles schoongemaakt? Wat heb je allemaal schoongemaakt? Een doepalen, de borden, de kout. De kout, de dikout. De kout, ja. Goed zo. En ook de voetbalvelden werden aangepakt. Dan bossen we helemaal op. Ook bij de molen was genoeg te doen. Er komt hier een beukenhaag voor terug, dus die heg moet weggezaagd worden. Dus ik denk, er zijn ze al een uurtje voor anderhalf maar zoet, maar in 20 minuten was die heg weg. Ze waren al enthousiast. En nu zijn ze lekker binnen aan het schuren. En morgen gaan de volwassenen verder. Wat zijn jullie nou aan het doen, jongens? Aan het schuren. Dit hoogte moet wel schuren. De speeltuinen werden weer helemaal schoongemaakt. Oh, die kop op de voetstoel. En een kaartstukland. Misschien wel, ja. Serieus, kom. Iedereen zegt wat ze moet doen, behalve tegen. De tafel aan het schoonmaken. Was die heel vies? Ja. Dus dat was wel nodig? Ja. En tot slot werden ook de sloten nog leeggevuld. Nee, prik het nou openen. Aan dan kom eens hier. Kom eens. Hij heeft precies in het gat. Oh, zo werd Streefkerk na een ochtend hard werken weer een stukje mooier.